Goedemiddag, mijn naam is Joseph Aar. Vandaag heb ik een vraag, het proefexamen voor tandarts 2019 in Vlaanderen. Ja, de vraag is, geef een eis 3 kwadraat min 3 min 18, zoek de oppervlakte onder de x-as, inclusief door de grafiek. Dit zijn mogelijke oplossingen. Nu, oppervlakte betekent bepaalde graal berekenen. Als je betekent de functie, 3 kwadraat min 3 min 18, heeft u twee nulpunten. Ja, dit is de y-as, de x-as. Dan gaan we eerst en vooral de nulpunten zoeken, deze oppervlakte. En dat doen we door, dit is f van x, door een nulpunt te zoeken. Ja, nulpunten was op door een discriminant te berekenen. P kwadraat min 4 als c. Ja. Dus we gaan dan 3 kwadraat van f van x, 3 kwadraat min 3x min 18 en 0 punten zoeken. We kunnen de 3 buiten brengen, 3 kwadraat min x min 6 is 0. T is dan p kwadraat min 4 als c, zoals geschreven staat. Dus 1 plus 24 is 25. Dan heb je 3 oplossingen. Min b plus min wordt d door 5, min 1 plus min 5 door 2 zal worden de waarde 3 en min 2. Dat betekent dus, snijpunten van x zijn hier min 2. En 3, ja, dat betekent de oppervlakte die gaan berekenen, is een bepaalde graal van, dus de oppervlakte van dat gedeelte, van min 2 tot 3, van x 3 kwadraat, min 3x, min 18 dx. We gaan wel bepaalde de absolute waarde berekenen, die waarde kan negatief zijn. We gaan uitrekenen, dat betekent dus, van 3 kwadraat, de integraal wordt 3 van x tot de derde, min 3 kwadraat, gaat er 2, min 18x. Tussen de grenzen 3 en min 2. Nu op de waarde nemen. Nu, eerst staat er twee delen. Eerst gedeelte is voor waarde 3, dan voor min de waarde voor min 2. Voor 3, als je invult, krijg je 27. Dus x tot derde is 27. 3 kwadraat min 2 voor 3 wordt ook 27 door 2. Ja? En min 18 maal 3 wordt 54. Ja? Voor min 2 krijg je eerst min 8. Ja? Dan, als je invult, krijg je min 6. Later krijg je min plus 36. Ja? Dus uitwerken krijgen we de eerste term. Ja, 27 door 2 min 54. Ja? 27. Ja, dit wordt dan min 54. Ja, 27 min 24 plus min 54. Ja? Aan de andere kant krijg je dan min 14 plus 36. Ja, krijg je dus hier, als je optelt, min 8 min 6 wordt min 14. En de laatste term wordt dan plus 36. 18 maal 2 is plus 36. Ja. Om nu of te waarde berekenen, als je verder gaat, ja, vind je dan de eerste term hier. Ja, 27 tweede min 54. En hier krijg je dan min 14 plus 36. Dat zal later 22 worden. Ja. Als je blijft uitwerken, je kunt gewoon blijven uitwerken, vind je uiteindelijk min 18 door 2, min 22. Ja. En je kunt, als je voortwerkt, vind je uiteindelijk min 125 door 2. Ik werk helemaal uit, maar ik zeg al, de uitkomst zal zijn min 125 door 2. Ja. En dat wordt dan 62,5. Je weet min 62,5, moet je overal absolute waarde nemen. Dus in feite heb je altijd absolute waarde, krijg je absolute waarde van 62,5. En 62,5 is oplossing B. Dus de oplossing hier is oplossing B. Dank voor de aandacht, volgende keer. Bye bye.